Deze keer is de gast Kees van Amstel. Kees is comedian en hij toert met avondvullende voorstellingen. Ook echt de herinnering dat ik nog steeds dat gevoel dat het zweet bij mijn bilnaad omhoog kroop. Maar ik had ook, ik mag niet eerder weg, want de volgende comedian is er nog niet. Ja, je moet 10 minuten vol. Je kan Kees ook kennen van het sketchprogramma Clickbait, wat hij maakt met onder andere Ryan Pandey en Stefan Pop, of van zijn columns op Radio 1. Als je dit een leuke podcast vindt, geef dan even een duim omhoog of laat hieronder in een reactie achter wat je ervan vindt. En vergeet niet om te abonneren. Doe dat even, help je mij een hoop mee. Oké, heel veel plezier. Dit is de Elektra podcast met Kees van Amstel. Hey, je zei net al, je hebt de brief die je kreeg toen je ooit voor het eerst voor het Comedy Café speelde. Ja, hartstikke leuk dat jij vooral naar mislukkingen vraagt. Nee, ik begon natuurlijk op latere leeftijd, 38 geloof ik. En ik begon bij het Comedy Café. Dat was mijn eerste optreden, toen nog op het Max Euwerplein. Ja. Want ik had toen eindelijk gedurfd. Toen het stand-uppen, nou iedereen heeft volgens mij als comedian dat moment van... Oké, nu ga ik voor de eerste keer. En ik had 5 minuten grapjes geschreven over mijn ex-relatie. Nou ja, goed, hoe standaard kan het zijn? En toen had ik wel Toomler ook gebeld, Comedy Train. Maar daar zat toen iemand aan de telefoon met zo'n kakstem. Oh nee, we hebben nog lang geen tijd. Nee, kom, laten we maar... Zal ik kijken of ik je wachtlijst... Wat een capsoneslijst daar bij dat Comedy Train, dacht ik. En toen belde ik het Comedy Café. Er luisteren nu allemaal open mij en denken... Er is geen reet veranderd. Er is nog steeds geen tussenkomen aan. Ik heb zo hou het. Dat iedereen dezelfde problemen heeft als ik. En toen belde ik het Comedy Café. En ik weet niet meer wie het was. Maar ik zei... Ah, leuk man. Kom lekker spelen. Kom je vanavond? Moet je even 8:30. Moet je naar de MC. Dat is vanavond Tricky Rick. En dan moet je even zeggen... Leuk man. Zie je vanavond. Ik denk... Hé, dat is wel hartelijk. Ja. Dus ik naar het Comedy Café met me. En daar was de toen nog legendarische Tricky Rick. Jij kent hem ook nog wel natuurlijk. Ja. De Sonic Boom en trappelen en, enzovoort. Vertel even kort waarom die legendarisch was. Ik ken hem. Nou, dat ontdek je vooral pas later. Nee, maar het was gewoon een MC die de sfeer... en die geloof ik het vak geleerd heeft in Duitsland onder soldaten. Die een paar goede platte grappen onder zijn arm had... En achter de sfeer zat er altijd weer in. Ja. Ik mocht hem wel. En hij gaf mij altijd wel een rustig gevoel. Van, hey man, relax. They're okay. You're just starting off. Hij gaf me een goede plek. Dus ik was grote vriend van Tricky Rick. Nou ja, na een jaar merk je dan... wilde die geloof ik geld lenen van me. Daar ben ik 1 keer ingestort. Nou, ik ben dan wel... want ze hadden me wel gewaarschuwd. Tricky Rick, moet je geen geld. En toen had ik hem ook €100 gegeven... Dit hoort helemaal niet bij, eigenlijk. Nou, knip je eruit. Maakt niet uit. Had ik hem €100 gegeven. Maar ik dacht, als ik die €100 kwijt ben... zijn vriendelijkheid en dingen heeft mij wat opgeleverd. Want daardoor ben ik rustig. Ik ben altijd zenuwachtig voor optredens. Dus dat is wel waar. Dus ik heb natuurlijk nooit meer wat teruggehoord. En ik gun het hem niet, helaas is hij overleden. Ik weet niet eens waaraan. Weet jij, is hij, geen idee. Een groot mysterie. Voor mij was die man wel een positieve invloed. En nou, we gaan nu langzaam naar de eerste mislukking. Alleen mijn allereerste optreden ging goed. Het was een open podium. Was onder andere, nou ja, Donald Olie was er toen al en al de hele rij. Ja. En dat ging goed. En toen was er die avond Tom Slichting. En Tom Slichting zal ik nooit vergeten, want hij is echt mijn eerste break geweest. En het ging goed. Hij zegt, en toen hoorde ik achter me Tom Slichting zeggen... even kijken of die gozer een toevalstreffer is. Hé, hey, Kees, kun jij zaterdag? En toen mocht ik in de officiële line-up... En ik weet die avond in het Comedy Café, de mensen waren, die Amerikaanse comedians die er toen waren ze zat. Het was helemaal drugs, Amsterdam en clogs. Het publiek of de andere comedians? Nee, het publiek was de Amerikaanse comedians in de line-up een beetje zat. Ja. Nou, en ik was op plek 4 gezet, mooie plek, tussen alles ingebed. En er kwam toen een beetje hele zenuwachtige, bleke ambtenaar... met een bril in doodse angst zijn verhaal vertellen over de act. En mensen kwamen niet meer bij. En ik de afloop, ik denk, wauw, ik heb iets, ik kan iets. Ja. En toen zeiden ze, waar ga je heen? Ja, ik zeg, anders moet ik moet naar de nachtbus. Ik had toen nog geen auto. Nou, je gaat lekker de late night spelen, Keesie. Ik denk, nou, dit stand-up comedy, dit is helemaal gek geworden. Ik spelen en weer goed, late night, met lastig publiek. Ja. Ik heb de opname nog, kan bewijzen. Nou, toen zeiden ze, Kees, jongen, jij gaat hier vaker spelen. Jij gaat hier veel vaker spelen. Kun je donderdag? Ik donderdag. En ik had 6 minuten, hè, 5 of 6 minuten. En toen zat daar een soort van zakengroep van 40 accountants, geloof ik. Ze zaten ook allemaal in pak, waren ze. Eén had toen wel zijn stropdas om zijn hoofd gebonden. Oh, jezus. En ik deed dezelfde riedel. Maar dat is... Ik had natuurlijk geen idee wat ik deed. Nee. Ik roste dat verhaal eruit. Maar was inmiddels ook al 2 keer lach gewend. Dus ik dacht, nou, het werkt toch wel. Dus dan ga je rekenen, ja. Nou, het was vanaf het begin flatline stil. Maar niet eens 1 lach. Het was gewoon 6 minuten. En ik zag opzij dat ze gewoon... Ook achter die bar... Want er stond er meestal Gijs nog... Toch, die werkte toen nog. Ja, dat was de deurman die alle kaarten controleerde en mensen placeerde. Ja, ook het geluid, weet je wel. Ja. Dat vind ik nog steeds wel jammer. Dat vond ik wel lekker in het Comedy Café, dat ze met een muziekje, dat gaf meteen energie. Ja. En toen is het alleen maar, die is de volgende. Is ook goed hoor, maar met dat energietje, dat vind ik nog steeds wel, nou, daar wil ik nog eens over praten bij Comedy Train. Maar je zag ze verbouwereerd kijken, zo van, wacht even, dit was toch die gast die zaterdag... En, oh man, mensen meden me ook echt, weet je wel, echt. En ik ben daarna nooit meer uitgenodigd. Ik mocht nog wel af en toe op het open podium. Heel bruut. Maar het was meteen, oké, dit was dus fout. Klaar. Het was ook echt klaar. Ik mocht niet meer op andere avond. Ik kreeg geen speciale privileges of iets dergelijks. En dus toen ben ik het, daardoor ben ik het bij, ik dacht, nou dan ga ik toch nog maar eens bellen met Comedy Train. Ja, ja. Dan speel ik... Ondertussen had ik wel geluk, toen had je Comedy Explosion nog en Comedy Adventure. Ja. Dus daar kon ik dan ook wel spelen. Ja, twee gezelschappen ook nog. Dus dat rommelde toen wel door. Maar dus die donderdag, toen dacht ik, oké, zie je wel, ik kan het niet, ik stop. Ja. Het is klaar. Maar er was ook echt niet 1 keer gelachen. Nou ja, dan weet je, de keer daarop dat ik me kan herinneren was het eerste jaar bij Comedy Train. Dat ik in mijn eerste of tweede late night... En hoeveel later was dat? Nou, ik denk 1 jaar later. Dat een beetje er lekker in zat. Ja. Weet je wel, dat je niet meer doodsbang hoeft te zijn. Want ik heb ook zo'n optreden gehad. Dat vond ik ook zo grappig. Dat, ja, het verandert ook nooit. Ik heb misschien ook wel eens, ik weet niet waar, verteld. Mijn allereerste optreden toen ik was aangenomen bij Comedy Train. Dat ik dacht, nou ja, ik heb me 6 minuten. En ik heb deze zomer 3 erbij geschreven. En nu ga ik... bij Comedy Train. En ik hoorde bij. Ik ben aangenomen. En mijn eerste show was met Erik van Sauers. Ik geloof Najib, Marc-Marie Huijbregts, Jan-Jaap van der Wal, nog zo'n naam, en ik. Stevige line-up. Ik denk, ze zijn gek. En zij moesten lachen, want ik weet nog goed. En dan ben je al wat ouder, dat is ook raar, want dan loopt er wat de oudere gast dan de gevestigde comedians... En dan is, Kees, ben je een beetje zenuwachtig, Keesje? Ben je een Keesje? Dan word je zo toegesproken. Was ik niet gewend vanuit mijn andere loopbaan. Keesje. En toen zeiden ze, ben je zenuwachtig? Ga even buiten kijken. En toen ben ik naar buiten gelopen. En daar stond Marc-Marie Huijbregts. En die was zo zenuwachtig. Die stond daar over te geven voor de deur van Toomler. En was geweldig later. Geweldig. Maar ze zeiden, ja, je leert dan, het hoort er gewoon bij. Ja. En dus dat gaf me wel een soort, dit, nou, dat is dan wel fijn. Nog meer mislukkingen? Of was dit het? Nee, want misschien begreep ik het verkeerd. Had je nou een mail gekregen van Comedy Café na die rampzalige keer? Oh, de mail. Nee. Want je pakte ik vond even dit voor de radioluisteraars. Of podcast, weet ik veel. Nee, dit was de mail in aanloop naar het verschrikkelijke... Ah, oké. Want toen, even kijken, hoe heette zij ook weer? Zij was ook heel aardig. Judith van Comedy Café, Judith van Aard. Ja, die heeft lang op ik kijk even naar jou of ze ook aardig tegen jou was, maar... Volgens mij is Judith net vertrokken voordat ik begon met spelen. Ik ken de naam. Zij heeft daar lang de zaak georganiseerd. Ik vond dat heel aardig. Ja. Nou, beste Kees, ik had je gisteren beloofd dat ik even vandaag zou mailen. Ik moet echt zeggen dat ik erg verbaasd was over je optreden. Ik ben al zelf altijd aanwezig op het open podium. Ik heb dus al vaak mensen hun debuut zien maken. Ik was erg onder de indruk. Mijn vraag is of je plannen hebt hiermee door te gaan. Ik denk, zo ja, dan kan ik je vertellen wat we voor je kunnen betekenen. Ik denk, nou, dit is wel even anders, hè? Dan kom je die train met, oh nee, lang geen tijd. Ik krijg gewoon een lief briefje na mijn eerste optreden. We kunnen meedoen met de Lucky Strike Comedy Tour enzovoort. Nou ja, en toen geboekt. En nou ja, in ieder geval. En of ik donderdag ook weer kwam. Donderdag ging kapot, mensen. Wat zal ze spijt hebben gehad van dat mailtje? Nou, geen idee. Maar ik vond het wel raar dat ze me nooit daarna meer hebben uitgegeven. Want dat was voor mij... Ik was niet Comedy Train minded of zo voordat ik er naartoe ging. Nu wel natuurlijk. Nu is dat het is geweldig. Het is perfect. Als je er niet bij zit, nou, dan kun je beter dood. Nee, allemaal onzin. Maar ja... Nou, van de keer dat je kan herinneren, de allereerste keren, dat je echt... Dat was op een late night. En niet iedereen ging even geweldig. Het was zo'n avond dat je het net aanredt allemaal, ja, of zo. Het publiek totaal. Want sowieso even voor luisteraars die niet zelf spelen, leg even uit wat gevoelsmatig, zeg maar, het verschil is tussen een gewone show en een late night. Want dat is een speciale categorie optredens. Ja, late night, kijk, mensen hebben vaak gegeten of hebben al een drankje binnen. Er zijn andere stemming. Vaak is het wat jonger publiek ook. Maar het kan heel verschillend zijn. Het kan of heel druk publiek zijn, waar ik over het algemeen wel van hou. Een beetje schreeuwen, een beetje dit, zus. Of bij late nights, dat ze als dode zakken gaan zitten en denken, nou, dit is het laatste voor de avond. En daarna ga ik slapen. Ja. En wat op een late night moet je veel meer live toch zijn. Meer klooien met publiek, waar ik helemaal niet zo goed in ben. En rommelen, want het interesseert me nooit zo. Van, kom je vandaan? Kom je, niet uit Amsterdam, boer. Hoe lang hebben jullie al met elkaar? Ja, weet het niet. Hè? Nou, je krijgt ruzie. Nee, ik kan het niet. Het interesseert me niet. Ik stel af en toe wel vragen, maar er moet een vraag zijn die mezelf... Dus ik ben zelden MC, maar hoor je wel. Ik vind het heel knap. Ik ga het wel weer proberen. Ik heb mezelf beloofd dit jaar. Dat is lekker makkelijk beloven dit jaar natuurlijk. Om weer eens MC te zijn. Want het traintje voor late night, voor lastige publiek, is het gewoon handig. Dat je het publiek, nou ja, jij bent zelf opwarmer en anderen. En heel vaak MC ook. Ja, en MC. Ja. Toch een apart métier, alle trucjes en dingen en ik zou het heel graag willen kunnen. Maar ik weet toen die late night. En er waren ook weer veel houten metoten van Comedy Train. En ik dacht, ik ga dit varkentje wel even wassen. Ik ga echt dit varkentje wel even wassen. En de eerste twee grappen vielen goed, jongen. En bam, ik denk, zo, ik ga eens even al die gasten wat laten zien hier. En toen zat er zo'n meisje met haar been op het podium. Nou, dan is de standaard grap die ze meestal maken. Ben je ook artiest? Ja. Nee, haal je poten van. Maar ik heb die grap in mijn hoofd. Maar het enige wat ik zeg is... Hey, poten van het podium. En ik schop van het meisje zo die voeten ervan af. En denk... Heb bijna de punchline in mijn hoofd, maar die zeg ik niet. Nee, ik trap gewoon mijn meisje met die poot het podium. Nee, ik poot het podium af. Die hele zaal vindt mij een klootzak in één keer. Goh, wat raar. Maar ze hadden wel gezegd, Kees, zeker 10 minuten. Hè? Even 10 minuten, want die en die was te laat bij de late night. Dus je moet even 10 minuten volmaken ook nog. Ja, niks werkte meer. En toen hadden we nog echt de klassieke, zo'n ijsmachine achter bij Toomler. Ja. En die kon je toen horen, weet je, hoor die zo. Tuk, 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 tuk. Ja. Zo stil was het. En dat mensen je niet meer met plaatsvervangende schaamte, maar kwaad gaan aankijken. Zo van, jij verkankert onze avond, vriend. Wij hebben net 15 of 16 euro betaald. Zo, die sfeer was het. En toen was de eerste keer dat ik echt mezelf uit mijn eigen lichaam zag treden. Dat je gewoon het zweet boven je bilnaad. En naar je gaat steeds sneller, hè. Dat is ook steeds sneller. Stel naar de volgende grap. Oh, lach daarom. Oh, nergens. Ik ging ook niet improviseren. Of hè, dan helpt nou. En nu weet je, nou, dan kun je, als er echt niks meer werkt, dan zeg je, ja, dit is ook een kutavond, mensen. Dit is echt allemaal kut wat ik doe. Nou, trucje. Dan benoem je het bij de mensen. Ja. Dan denken ze, ah, hij heeft zelf ook door dat het kut gaat. En dan kun je weer door. Dat deed ik allemaal niet, joh. Ik roste gewoon mijn verhaal nog sneller uit. En het was zo erg, het was echt 10 minuten gewoon stil. En die waterkoer. En toen kwam ik terug en zo is mijn vriendschap met Jan-Jaap van der Wal ontstaan. Die keek me aan. Iedereen meet me ook van de comedians. En Jan-Jaap ging naast me zitten en die legde zo mijn hand op mijn rug. En die heeft nog niks gezegd. Want had hij gezegd, ah joh, maakt niet uit, volgende keer beter. Voel je je kut. Ja. En als je zegt, ja, je had even dat of dat moeten doen, man. Je ging daar helemaal. Voel je ook niks mee, ja. Dus hij heeft toen een kwartier. Het zou een half uur kunnen zijn, maar misschien wordt het dan te sterk. Hij heeft echt zeker een kwartier alleen met de hand op mijn rug gezeten. Oh, wat goed. En het voelde zo van... Ik voelde zo van... Jij zegt nu expres niks. Want alles maakt het erger. Maar dit is... hey vriend, ik ben met jou. En dit gebeurt. Dus dat was wel... ja, die kan ik me nog wel herinneren, ja. Ik moet er nu een beetje van huilen nog. Maar ik speel nu weinig late nights, omdat het me te... Ik ben er niet zo... Ik moet zeggen, de laatste tijd, de Comedy Train, begreep ik dat de late nights erg wel goed zijn. Leuk publiek en ze zijn chic en ze weten wat de verwachting is. We hebben eigenlijk niet zoveel meer publiek wat helemaal stil met petjes over die ogen. Dat vind ik ook wel jammer, want ik vind ook wel goed dat je af en toe even moet vechten ervoor. Want meestal als je 2 shows hebt op zaterdag... Nou, meestal de eerste show. Het kan wisselen hoor, het kan ook spoken op zaterdag. Maar de eerste show is altijd, nou, heel lekker lachen. We hebben kaartjes, heel lekker lachen. Maakt niet uit wat hij doet, heel lekker lachen. En bij de tweede show is toch altijd van, oké, we zijn al een beetje moe. Maar hij is dronken. Nou, dan moet je er echt wel... Dan kijk ik altijd met bewondering, weet je wel. Daniel Arends kan het fantastisch. En Martijn Koning ook, die gooit er zo live zo'n energie uit. Maar ja, ik wil gewoon mijn eigen verhaal vertellen. Ja. Verder moet je je bek houden. Nee, lachen. Lachen. Dus dat, ja. Ja, dat was de tweede. Heb je ook de echte herinnering dat ik nog steeds dat gevoel dat het zweet bij mijn bilnaad omhoog kroop. Maar ik had ook, ik mag niet eerder weg, want de volgende comedian is er nog niet. Ja, je moet 10 minuten volmaken inderdaad. Want ze zouden een teken geven als hij binnen was, zoiets. Oh, ook nog, ja. Maar ik dacht, ik heb zat grappen, had ik inmiddels wel om de zaak te redden. Nou ja, het was, weet je wel, je all-time favorite classic joke die altijd werkte ook niet. Nee, dan werkt niks. En heb je dan ook wel gehad dan of op andere avonden... wat je natuurlijk in Toomler hebt, je hebt de zaal, zeg maar. En dan heb je een lang stuk langs de bar, waar langs het publiek ook weer naar buiten loopt. Dan zit de tafel met comedians net voordat je de deur naar buiten gaat. En dat er dus de hele... al eerder gehoord? Ja. Dan komen... Nee, maar dan weet je altijd, er worden de 1 of 2 leukste comedians. Hey, bedankt hè. En dan kijken ze zo naar de rest aan. En... Ja, jullie vond ik niks. Dus ik zeg niks. En dan gaan ze zo weg. Dat jij als enige genegeerd wordt. Dat is altijd super pijnlijk. Ik heb godzijdank... Maar dat is toch wel het mooie. Je hebt je gloriemomenten heb je ook in je achterzak. Ja. Bij elk kutmoment. Gelukkig, kijk, op een gegeven moment moet de balans zo zijn... dat je echt veel meer goede shows hebt dan slechte. Anders wordt het tijd om te stoppen. Althans, ik zou dan niet de motivatie hebben. Maar dat is... je weet toch altijd van, oké, dit is een kutshow. Maar goed, op een gegeven moment weet je... Ja, het is gewoon even hard werken met dit materiaal. Het moet even dit. En als ik train... En een klein beetje publiek de schuld geven... om jezelf... Maar toen is een documentaire gemaakt over Comedy Train. En dat vond ik geen goede documentaire. Het is een geweldige documentairemaker. Die met Michiel van Erp. Ja, met René van Meurs en Floor van Dal. Wat er miste namelijk waren de gloriemomenten. Je ziet alleen maar vaak als het mislukt... en hoe depressief comedians zijn en dit. Maar je moet ook laten zien... ja, die momenten dat het geweldig gaat... Ja, ja. Dat zijn, dan vult je batterij weer of zo. Dan heb je weer de kracht. Maar ik denk ook dat comedians in hun algemeenheid... heel erg goed zijn om zelfs ook kleine gloriemomenten aan te grijpen... om daar best weer een aantal minder ervaring tegenover te kunnen zetten... om toch nog... Maar ik vind dat de comedywereld heeft niet zoveel capsones in zich. Omdat ze de grootste ster kan een kutshow hebben, toch? Ja. Je weet, als je 9 goede shows hebt gehad, dan komt de 10e is altijd... Ik heb echt wel eens een reeks met mijn cabaretvoorstelling gehad. Nou ja, ik denk, ik weet niet wat ik heb nu, maar ik ben Mr. Supertalent. Elke show was 1 uur 3 kwartier lachen. Maar ja, dan komt er toch altijd die tiende show in die toneelschuur of in die graanschuur of wat dan ook. Dat mensen je glazen aan zitten kijken. Je denkt, wacht, het heeft 9 keer goed gewerkt. Dan wil je bijna vertellen. Hey, ik heb net 9 gloriemomenten gehad. Waar zijn jullie mee bezig? Jullie verpesten mijn sfeer. Een van de pijnlijkste fouten is die ik gemaakt zie worden, is comedians die ook letterlijk zeggen, nou, maar van de week, ja, daar waren deze mensen niet bij. Dit heb ik waarschijnlijk nooit gezegd. Nee, ik betrek het altijd op mezelf. Helaas. Wat is de treurigste 10e show, zeg maar, die je wel eens hebt gedaan? Dat is wel lastig. Nou, ik was een keer met een try-out en toen was mijn regisseur, Hans Sibbel, was ook mee. Ik kan de plaats niet meer. Het was in het oosten van het land. En het was een te groot theater voor zo'n plaatsje. Dat zie je ook vaak. Van dat bouwen ze een enorm theater, hebben ze helemaal niet de mensen om dat te vullen. Ja. En mensen kenden hem ook helemaal niet. Er was helemaal geen promotie. En toen zaten er 30 man in een zaal van, nou ja, ik denk 600. En die hadden ze ook nog helemaal verspreid overal. Dus jij deed ook corona-shows voordat het hip was? Toen, nou, dit was wel gelukkig een uitzondering. Maar ja, je komt wel eens een nieuwe plaat, denk je, ja, nieuw theater. Ja. Hè? Want je speellijst moet langer en leuker. En dan dacht je, ja, je bent nooit geweest. En, nou ja, ook dingen die in Toomler op de moeilijkste avonden werkten daar niet gewoon. Dat je echt, dat ik in wanhopige, misschien even naar Hans kijk van, ja, Hans, dit is toch goed? Dit heb ik toch goed gedaan, Hans? Hans, wij kijken even naar die mensen. Zet er godverdomme even stroom op. Maar ja, vaak is het toch iets, of het is iets aan je begin, dat je de energie van de zaal even verkeerd inschat. Hè, soms moet je, in je zenuwen begin je vaak met pauw, ik wel. Weet je wel, dat je, hallo allemaal, dat je bijna, het gaat overschreeuwen. Dat is voor mij ook, hè, mijn stem gaat er nog, goedenavond allemaal. Dat is allemaal zenuwen. Maar ik durf, dat is zo moeilijk om zo te brengen. Goedenavond, leuk dat jullie er zijn. Wat bijna raar is van verzoeking, van ook al mysterieus, maar dat zou eigenlijk meer bij mij natuurlijk is, maar ik merk ook, zeker bij stand-up comedy. En maar dat is ook zo'n standaard standje, zeg maar, om al gewoon zo hyper, hey, goedenavond, leuk, hallo met je. En soms is dat ook goed, hoor. Ik vind, wat ik heb gezien, Jan-Jaap van der Wal heeft zulke goede antennes of zo voor de sfeer. Hij treedt ook op in België, heb ik hem ook een paar keer gezien, wat best lastig publiek is, wat vaak stugger is enzovoort. Vind je? Ja, anders zou je het niet zeggen. Maar ligt eraan. Antwerpen kennen ze Nederlanders. Maar heb je nooit in zo'n cultureel centrum in Knork of Gurk of Zwul gespeeld of zo? Als het bestaande plaatsen waren, lagen ze allemaal in West-Vlaanderen. Ik heb ook zeker lastige shows gehad. Maar ik heb ook heel veel hele leuke shows gedaan in Vlaanderen. Ik ook, hoor. Nee, en namelijk mijn ervaring is heel vaak met Vlamingen qua publiek, dat ik die opener vind dan publiek in Nederland in de regio, zeg maar. Ja. Omdat die veel onbevangener naar dingen kijken en zeggen, nou ja, er staat comedy op de poster en ze hebben jou geboekt, dus doe maar. In plaats van het afwachtende, nou, bewijs maar eens dat je leuk bent. Maar goed, de andere kant daarvan met, oh, een Hollander, hier zitten we niet op te wachten, die heb ik ook wel. Ja. Nee, kijk, in de Joker bijvoorbeeld vind ik het altijd leuk. Ja, Comedy Café in Antwerpen. Ik zei, mensen luisteren. Is de Joker nooit gevallen in jouw podcast? De Joker is zeker gevallen. Maar ik ga altijd vanuit dat er ook nieuwe mensen luisteren die denken, ah, ik vond de kutpodcast, maar nu komt Kees van Amstel. Nou ga ik een keer luisteren. Oud Radio 1 publiek. Nee, de Joker, heel klein Comedy Café in Antwerpen. Gerund door Fokke. En een podium van 1x1 naast het toilet. Ja. Dat is ook geweldig enzovoort. En wel leuk, Fokke die warmt het altijd op voor je. Dat is meestal, goedenavond allemaal, jij bent de klootzak, jij bent dik, jij bent de lul. Jammer dat jij er bent. Dames en heren, geef je warme applaus. Hè. Zorg voor het. Hier is hij, Kees van Amstel. En dit is Fokke op een goede dag. Ja, dan heeft hij nu zijn best gedaan. Fokke, ik mag nog wel komen, toch? Niet als je dit luistert. Dus, volgende mislukking. Toen mocht ik voor het eerst, weet ik, bij Comedy Train mee met een snabbel. En er kwam een bedrijf in Toomler. Ik weet echt niet meer welk bedrijf. Maar toen mocht ik met Daniel Arends en Ronald Goedemondt. Wij met z'n drieën. En we waren ook alle drie aangevraagd, weet ik, door dat bedrijf. Okay. We hebben die comedians in Toomler gezien, willen die hebben. Nou, te gek. Ik was toen niet zo op de hoogte van dat je beter niet op de eerste plek kon staan. Dan moest je de zaak opwarmen. Wat soms ook onzin is. Als je goed gaat, is het ook de eerste plek goed. Maar goed, het is soms lekker als je op 2 op 3... nou, dat is kennis onder comedians. Worden niet... ik zeg, nou, ik open wel. Ik open wel. En ik was echt wel... Ik had heel veel zelfvertrouwen. Ik had een set die wel stond. Nou, jongen. Dus, het was alleen maar... Het was wel lach, maar dan alleen maar zo'n... oh, die is alsof het een leuke anekdote was die ik vertelde. Ja. Nou, het was net niet... Het was op 1000ste punt doodgaan, weet je wel? Er is nog af en toe een... Ik denk, jeetje, nou krijg ik een keer veel geld voor een optreden, voor een snabbel. En toen kwam Ronald. En Ronald ging ook niet zo goed. Nou, die was toen ook al... die had toen ook al grappen. Ja. Die overal werkte. En die speelde gewoon goed. Ik zag gewoon, hij speelde goed. Maar het publiek pakte het niet. En die ging ook met een 6-minnetje weg. En dat was voor mij... Dat is ook zo lekker, hè? Als een ander een fout gaat, dan denk je... Oké, het ligt niet aan mij. Dat gedeelde is heel smart, fijn, is ja, smart. En toen kwam Daniel... En die had de zaal even gelezen al. En die komt op en zegt... die wijst naar een vrouw toe. Hij zegt, wie is die hoer daar al? In die snollerige jurk. En zo'n manager zegt... Dat is onze CEO van het bedrijf. Dat is gewoon de baas. Mensen lachen. Nou, ik denk dat het een kuthoer is. Hè? En die begint die vrouw. Helemaal. En wie is nog meer de baas? En hij begon alleen maar de directeuren... keihard uit te schelden. Bijna zonder grap. Wat een hoer. Wat een met je lelijke bek. En begrappen. Nou, en dus achteraf mailden ze... Nou ja, de eerste 2 comedians vonden ze niet geweldig. Maar wat Daniel Arends... Nou, die gaan we zeker terugvragen. Had alleen maar mensen lopen afmaken. Maar hij begreep blijkbaar wat ze wilden. Ja? Dat... Ik heb andersom ook nog een keer gehad. Toen moest ik met Henry van Loon... en met Daniel Arends... ja, nu komen de verhalen op. Gebeurt het vaak bij deze podcast? Dat is precies waarom ik tegen mensen zeg... je hoeft niks voor te bereiden. Het komt vanzelf gaat die beerput open en dan... En we moesten op Paaspop... en Henry en Daniel... Ja, groot festival. En ik, waarom? Zei, dan sluit jij maar af. Ik weet niet of dat toen nog gewoon is qua status... maar ik sloot af. Ja. En Henry was goed. En we stonden in zo'n feesttent... maar daarachter de bands waren nog niet begonnen... En Henry, en ze pikt het gewoon niet. Die hele zaal, weet je wel, zo'n hele feesttent vol. En ze pikt, Toen komt Daniel, die toch ook echt wel wat kan. Ja. Nou, ook niet. En toen had ik geleerd, oké, je moet iets anders doen. En ik weet niet wat ik hoor, maar ik kwam met een Hitlergroet op. Nou, zo, ik zei, stel dat je naast, iedereen had, ze hadden wat geroepen ook. Naast tegen Daniel, of ze hadden iets geroepen. En ik zei, hey, hoppakee. En ik ben nazi groet en ik begon alleen maar... Ik begon ze ook af te maken, dit. En dat werkte. En achteraf Henry en Daniel. Nou goed, en anders ziet, dat is ook wel lekker. Je kan elkaar altijd bedanken. Die bedankte me toen. Maar soms is het gewoon ongrijpbaar. Maar ja, het is wel de les. Je moet echt ook uit je set kunnen stappen. Ja, dat is... Wat ik niet graag doe, wat is lekker bij cabaretvoorstellingen. Kun je lekker de hele riedel exact zo doen als je zelf wil. Dat is voor mij... Ja, maar heb je dan ook nooit gehad bij gewoon een afsluitende voorstelling... dat je oneerbiedig je riedel afdraait en dat je merkt... ik heb de zaal gewoon niet. Ja, nou, dat heb ik wel redelijk onder controle. Ik ben echt niet zo'n... ik moet even lekker contact gaan maken. En hallo mevrouw, ik loop niet de zaal rond met allemaal vragen. En dat komt dan allemaal terug als callbacks en zo... Nou, dan zal jij dat ook wel hebben, Jannie. Haha, heel zaal lachen. Dat doe ik helemaal niet. Ik stel een paar vragen. Maar ik heb zelden meer dat je denkt... Nou ja, deze zaal... doet helemaal niks. Nee, dat is wel... Nee, dan heb je natuurlijk nog... Ik vrees dus dat het nog komt. Blijkbaar de goede 10 gehad. Ja, in het begin zul je het wel gehad hebben. Dat... eerste cabaret show, ook bij je tweede... Weet je wel. Vaak mensen die niet voor cabaret... Soms heb je zalen en daar hebben mensen geen idee waar ze naartoe gaan. Ja. De meeste zalen komen ze voor cabaret. Ah, we hebben gelachen. We hebben iets gehoord van hem. En nou, het zal mij benieuwen wat hij nu doet. Maar je hebt echt zalen die worden volgeduwd met mensen, nou geen idee. Of toneel ging niet door, we kregen nu een kaart hiervoor. Ja, en die gaan, daar heb je vaak de eerste kwartier nodig om ze, oh, het is zo'n figuur. Ja, oh, ja, ja, is, ja. Bij stand-up comedy vind ik ook belangrijk. Aan het begin moet je heel duidelijk maken, oké, dit ben ik, dit is wat ik doe. Ja. In het begin doe je dat vaak met dingen over je uiterlijk, weet je wel. Ik begon altijd, dan stond ik in mijn giletje, nou ja. Nee, ik ben geen leraar maatschappijleer. Nou, dat was dan... En het was echt wel een harde lach altijd. Maar op een gegeven moment doe je een andere bril aan, andere kleding. Dan werkt het niet meer. Ja, dan... Dus dan moet je echt wat anders gaan doen. Ja. Heb je dat ook wel eens gehad met van die previews of zo? Oh, als je dus... Ja. Oh ja, nou gaat het volgende luik. Want dan ga je dus... Ik had bij één preview gehoord... Ah, je mag ook lekker een beetje try-out hoor. Lekker ontspannen, doe maar. Was dus dat zo? Ik ging naar... Was het Hendrik Ido Ambacht? Had ik net wat bedacht voor een nieuwe show. En ja, dat kan ik wel even uitproberen tijdens die preview. En ik sluit af met een vast grapje. Nou ja, wat doet iedereen op een preview? Ja, je moet gewoon de greatest hits doen. Ja, want je doet... In principe is het een reclamevoorstelling. Vaak aan het begin van een seizoen. En dan komen allerlei artiesten 10 minuten, kwartiertje doen. Die later dat seizoen in dat theater staan. Zodat mensen kaartjes gaan kopen. En ik had een soort shock-effect. Ik was ook met zo'n Yasser Arafat-sjaal. En die ging nou waarom ik hier nog geen aanslag had gepleegd of zo. Zo'n experiment was het. Belachelijk. Mensen konden totaal niet om lachen. Echt totaal niet. Ik ben nooit meer, ook nu niet, ben nooit meer gevraagd in het theater. Nooit meer mijn show daar geweest. Wel in een line-up, weet je wel, met Comedy Train, want dan hebben ze geen keus. Dan ga je gewoon mee. Maar eigenlijk show nooit meer geboekt daar. Dus voor beginnende comedians en gevestigden, die weten dat. Previews, alleen je beste shit. Niet schuldig voelen, gewoon je beste shit. Verkopen. Precies. Dus, en hopen dat het goed genoeg is dat als mensen naar je show komen en dat kwartier weer zien, denken, oh leuk, hij doet dit kwartier weer. Dan moet je nog waar zien te maken. Nou ja, je kan het dan ook in je hoofd hebben. Dat je denkt, oh kut, nu zitten er mensen die hebben een kwartier maar show. Dan heb je wel meer tijd, want dan heb je die 1,5 uur, en nu 3 kwartier om ze te overtuigen. En op die free previews, ja, ik had er nu de laatste, geloof ik, eentje, of Limburg of Brabant. Die zei, ja, niet langer dan 6 minuten. Ja, en dan zit je 1,5 uur in de auto, 6 minuten. Ja, dat is wel echt de ondergrens. Of, dan weet ik niet of ik het doe. Want dan is het alleen maar... Grapje, 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 grapje. Ik sta hier op 18 januari, dank u wel. En heb je 1,5, 2 uur voor gereden. Ja. Dus... maar goed. Nee, en snabbels. Ik zei in het begin altijd, ik doe ze niet zo graag. Het ligt een beetje aan wat. Ik heb me vorig jaar, ik ga dit heel anoniem houden. Ja... Dat je voelt, ik ben nu op totaal de verkeerde plek. Ja. En wat ik ga doen nu, is totaal verkeerd voor wat hier nu leeft. Maar ja, vaak kun je al, vaak werk ik ook met beeld dit, met een bepaalde techniek heb je al ingesteld, kun je niet meer terug. Dus dat zouden die mensen, dit was pre-corona nog, pre-corona... Mensen zaten op een stoeltje en dan 3 meter uit elkaar met tafels ertussen. Daar hadden ze hapjes en dingen en folders. Gezellig. Een zaal van... Het was zo'n partyachtig ding. Nou, ik denk 150 meter. Vrouwen, iedereen stond op achterin. De eerste persoon was zeker op 20, 30 meter. Dat was de eerste persoon. Dat is toch niet te doen. En ik stond op een klein podiumpje met slecht geluid. We hadden ook weer die boksen... Ja, en vanaf het begin was het al... je voelde ook aan het publiek was... Nou ja, het zijn managers, het zijn best wel slim publiek. En ik vroeg een beetje rond. Het waren allemaal gasten van de buitendienst, weet je wel. Met goede gasten, handige gasten, met jaloers op. Ja, met de sneeën en het eelt in hun klauwen, weet je wel. Ja. En die ga je dan grappen over iets als business of technisch. Of, weet je wel, dan heb je zo'n opmaatachtige show... Ja, daar hebben die gasten helemaal niks mee. 0. Dus. En die hebben er waarschijnlijk al gezin in, omdat ze verplicht moeten zitten. In plaats van gewoon doen waar ze goed in zijn. En er wordt een beetje wel veel te hard beloofd. Mensen, we gaan nu ontzettend lachen. We gaan nu even lachen. Nou, daarvoor hebben we een expert uitgenodigd. En alles wat ik had beloofd om te doen, wat zij ook hadden gevraagd, paste niet bij... Ja, ik ging kapot, weet je wel. En dan komt zo'n opdrachtgever, kom je dan ook nog aankijken. Ja. Ja, het was... nou, wel interessant, denk ik. Ja, die teleurstelling. En dan weet je, oh god, het boekingsbedrijf wordt ook gebeld. En de volgende dag zou een ander gaan. En die, daar hebben ze toen wel wat veranderingen. Ik zeg, zet die mensen vooraan. Zet ze boven op elkaar. Zet ze... Ja. Want er is ook wel een wijze les van... ik was ooit in de Comedy Store in Londen. En... nee, ik moet anders. Dit heb ik gelezen van Don Ward. Dat is de eigenaar van de Comedy Store in Londen. Ja. En die zijn ook zo, het zijn ook 3 of 4 regels. En 1 regel zei hij om te lachen, zei, mensen moeten zo dicht mogelijk op elkaar zitten. Want hij heeft ook geen eettafeltjes, hè, waar mensen kunnen dineren. Nou, elke comedyclub, hij zegt, nee, dan verdien ik maar wat minder. Mensen kunnen het bord op schoot nemen of achterin zitten. Ik vind de comedy altijd niet meer zo spannend, voor mezelf nu. Vroeger vond ik het geweldig daar, toen ik nog niet... en nu denk je, ja, het is wel erg op vrijgezellenfeesten geworden. En, maar ja... Die club zelf was wel. Het is 400 man bovenop het podium. Ja. Ik heb 1 keer daar die Gong Night gedaan. Hoe ging dat? Ik had bijna de 4 minuten. Nou, ik had een jury, volgens mij, van comedians. Want even, het principe van de Gong Show is... er zijn heel veel comedians op een avond. 3 mensen in de zaal en er zitten dus 400 man. Ja. Krijgen allemaal een rode kaart. Ja. En je krijgt maximaal 4 of 5 minuten. Ja. Maar als die 3 mensen alle 3 hun rode kaart ophouden... dan is je tijd voorbij en moet je af. In sommige gevallen is dat 5 seconden. Ja. En als je het vol maakt... volgens mij kan je ook nog, krijg je een open spot in een weekendshow of zoiets. Ja. Maar het publiek wordt ook aangemoedigd om de kaarthouders te beïnvloeden. Want dan zeggen ze ook, als jij geen kaart hebt... maar je vindt dat iemand weg moet... dan het is hartstikke rowdy. Ja. Een rowdy sfeer. Ja. Wat had ik gedaan? Ik had een week... een goedkoop hotelletje geboekt in Londen. Ik had wat open podia, daar was ik afgegaan. Ik denk, dan heb ik voor de maandag heb ik een goede set van 4 minuten. Die ga ik zo straks spelen. En het ging best wel goed. Mensen zeiden, where you from? Ja, oh, great set, you know. En dit. Maar ik dacht, er zit daar rauw publiek. Ik moet een beetje rauw openen. Een beetje harde grap aan het begin. Nou, dat viel helemaal verkeerd. Totaal verkeerd aan het begin. Alleen die jury, dat was heel raar. Dat waren duidelijk comedians, want die hoorden... hey, deze gast, die kon een soort technisch... ja, het publiek pikte niet, maar dit is wel grappig wat hij doet. Dat was heel raar, want op een gegeven moment... het publiek, en soms moesten ze wel lachen, nog soms niet. Het was niet een totale afgang. Maar zij staken die bordjes niet omhoog. Ja. Dat weigerden ze, want ze vonden het wel interessant wat ik deed. Oh, wat goed. Dus ik had die jury mee. Ja. Maar het is heel raar om voor publiek... die elkaar, fuck off, come on, up that goes, fuck. En toen ging ik daarop in, je fucking Engels, zoiets was het. Maar en toen was ik bijna, ik had het bijna de 4 minuten en toen bezweken ze onder de druk. Want toen gingen ze ook aan hun armen trekken, want die gasten zitten vooraan. En zo, come on, fuck yeah, man. Achteraf, want ik had toen een gesprek met die gast van de Comedy Store. Hij zei, ja, waarom deed je die harde grap aan het begin? Want je had gewoon leuke dingen. Ja. En toen zag ik later bij die Gong Show... het is echt een misverstand voor mensen die nog dat een keer gaan doen. Als je gewoon een goede set speelt, die je normaal speelt... dan heb je ook een kans. Enkele keren, dan zijn ze gewoon op je bloed uit. Ja. Dan is het gewoon... Ja, maar ik heb ook wel eens een hele goede grap daar gezien bij die Gong Show... Bam, 3 rode kaarten. Ja. Totaal onterecht. En je kan ook de pest hebben dat degene voor... en er komen volgens mij echt 30 comedians over de avond voorbij. Ja. Ook omdat ze weten dat de gemiddelde speeltijd per comedian 1,5 minuut is of zo. Ja. Maar ik heb het dus ook wel gezien dat iemand maakt zijn tijd vol... doet dus een hele lekkere set, krijgt een goed applaus. Als jij daarna komt, heb je het haast nog lastiger dan dat het toch al is... Ja. Omdat er dan zoiets... Oké, die was goed, maar nu willen we gewoon weer iemand op zijn bek zien gaan. Het is zo'n brute... Ja, het is ook zo heerlijk. Voor comedians is het ook geweldig als je erbij bent... dat iemand... het is een raar soort schoonheid heeft. Want soms voel je... wanneer het gebeurt. Ja. Als comedian voel je meteen... dan heeft het publiek het nog niet in de gaten. Dan weet je gewoon... Hé, die grap. Hij heeft altijd grote lach. En nu niet. Hij gaat net even... hij verspreekt zich... net even daarna tegen het publiek nu. Je voelt gewoon, going down, going down, mayday, going down. In paniek. En dat is mooi, omdat je, maar je mag dat gevoel hebben, vind ik. een beetje dat gevoel van kijk hem gaan. Omdat iedereen het heeft meegemaakt. Ja. Want je weet toch daarna bij elkaar... Hey, fuck it. Je hebt een soort verbroedering onder comedians. Omdat je weet, ja... Je weet al, ja, maar jij bent ook een keer gegaan. Ik heb zelfs Hans Teeuwen een keer kapot zien gaan in Toomler. Dat was voor mij... Ja, maar dit mag niet. Dit is een soort godslastering. Maar het publiek besloot, nee, ik vind het niet leuk. Er kwam daarna Cindy Pietersen. En de hele tent, die speelde dak eraf. Dan denk ik, ja, nou, maar ook wel... Kijk, Cindy Pietersen, een hele leuke vrouw ook. Nee, maar Cindy heb ik zien knallen in Toomler. Ja. Maar het was zo... Hè, de status van Hans als cabaretier-comedian hoger. Nee, wat ik wilde zeggen, ik kan me voorstellen... als het publiek heel hard gaat op Cindy om wat zij doet... dat is zo anders dan wat Hans Teeuwen doet. Ik denk, ja, dan snap ik dat je... Nou ja, je verwacht in alle tijden dat Hans de show stelt. Ja. Oké, nu komt Hans op. Nu wordt de rest... Dat was in Engeland, was dat een beetje zo. Wij deden het echt wel goed in Edinburgh. Maar ja, dan kwam Hans. Daar zat er iets, Hans Teeuwen... Net een tikkie, dat je denkt, dit maakt je zo... jullie deden daar shows met Comedy Train op Fringe, het Comedy Festival in Edinburgh. Ja. We zijn 3 keer geweest, maar de eerste keer was eigenlijk de meest bijzondere, omdat toen was er belachelijk veel persaandacht. Want toen in de zaal zaten daar vooral Engelsen of ook wel... Want er komen ook veel Nederlanders op het festival af. Nee, het was een probleem, want er kwamen toen steeds meer Nederlanders. En die zijn we toen gaan ontmoedigen. Want in het begin zaten er behoorlijk wat Engelsen. Maar op een gegeven moment hoorden die Nederlanders... werd het een klein beetje een verhaal van... nou, de Nederlanders stelen de show. Er kwamen goede recensies. Mijn eerste recensie als comedian was er eentje in de Times. Niet in Nederland. Daar kwamen ze niet. Maar in Engeland... en in de Independent, weet je wel, daar stonden we allemaal in. Dat was wel... Heel goed. Want hoe was dat spelen voor een grotendeels Nederlandstalig publiek? Nou, die hebben we op een gegeven moment weggejaagd. Dus dat werd er gevraagd, Nederlandse kaarthouders enzovoort. Werd echt ontmoedigd. Omdat dat minder leuk is. Ja. Maar de Engelsen kwamen ook wel hoor. We hebben, dacht ik, wel een redelijke mix. En toen het te veel werd, want toen kwamen er erg veel Nederlanders Hans Teeuwen kijken. Of anderen. Ja. Maar ja, we wilden juist voor die Engelsen. Dat is het spannende. Daarom deden we dat. En ik moet zeggen, je merkt dan, de Engelsen lachen harder. Maar ja, Engelse comedians en zo, als je in Nederland, bijvoorbeeld bij het International Festival, moet je op woensdag gaan, dan zijn ze altijd een beetje verbouwereerd. Ja. Van, huh? Dat is de reden dat ik nooit op woensdag ging. Als ik kon, ging ik en op woensdag en op zaterdag. Ja. Want op woensdag hadden ze echt, oh mijn god, heb ik gedaan. Het Nederlands publiek lacht niet. Voor een gedeelte zijn ze wat afwachtender. Maar het is ook omdat, ik weet niet... Toomler publiek is over het algemeen verwend publiek qua comedy. Ze weten alles al, ze hebben heel veel gezien. Dus ja, je kan niet als Engelstalige haha, weer een grap over hash in Amsterdam of de hoeren. Nee. Ja, dan lachen ze niet. En ze dachten, dit is de volgende dijenkletser. En dan op donderdag gingen ze heel hard werken. Op vrijdag hadden ze een beetje en op zaterdag hadden ze dan... Ja, dan wisten ze hoe ze ermee om moesten gaan. En dan was het vaak... Ja, dat is de zomerprogrammering inderdaad in Toomler, dat er internationale comedians komen. Ik vond in Edinburgh, met dezelfde grappen, als je die vertaalt in Nederland, had je in Engeland meer lach soms. Ja. Echt harder lach. Hoi, Wouter hier. Leuk dat je naar Elektra luistert hier op YouTube. Vind je dit een leuke aflevering? Geef een duim omhoog, laat een berichtje achter in de comments wat je ervan vindt en vergeet niet te abonneren. Wil je Elektra steunen? Hartstikke tof. Ga dan naar elektrapodcast.nl. Daar kan je makkelijk eenmalige bedrag doneren of word crewmember van het virtuele jongerencentrum Elektra. Dan betaal je elke maand een klein bedrag en in ruil daarvoor krijg je ook nog allemaal leuke Elektra's. Hoe dat werkt lees je ook allemaal op elektrapodcast.nl. Snel weer terug naar Kees. Nee, want het is zo, want ik merk, weet je, ik geef natuurlijk ook les op een school. En ik had met Clickbait ook wel eens dingetjes. Het is soms, daar ben ik natuurlijk de leraar op school. Ja. En dat kon ik altijd goed volhouden, dat ik een hele nette, keurige man ben. Maar ja, bij Clickbait maken we ook wel eens potjes. Nou ja, wat groffer, het woord kanker en hoeren en sloeren en alles. En we hebben toen het mooiste meisje van de klas geparodieerd als het makkelijkste meisje. En ik moest daar als leraar zeggen, nou, haar heb ik gewoon keihard geneukt. Waarop ik op school toch werd ik op een kamertje geroepen. Kees, mag ik even met jou spreken? Is het waar dat je op televisie hebt gezegd dat jij leerlingen neukt? Want leerlingen hadden precies dat stukje natuurlijk op Instagram. Ja, Instagram hadden ze eruit gehaald. Dus je ziet, nou ja, die leerlingen hebben gewoon keihard geneukt. Zonder enige context. Dus ik ben voorzichtig een klein beetje met wat ik... Ja, is helemaal goed. Helemaal goed. Dan een andere... waar je volgens mij nooit heel erg een geheim van hebt gemaakt. Maar ik dacht, oh, dat is wel interessant om ook even te spreken. Jouw deelname aan Leids Cabaret Festival. Oh, ja, dat is een trauma geweest. Nou, het gek is, ja, qua optreden ging dat eigenlijk heel goed. Dat was het hele probleem juist. Toch? Ja, het is nu wel klaar. Ik zou zeggen, van het trauma van het Leids was ik af toen ik mijn eerste goede recensie kreeg voor een cabaret show. Dat was mijn tweede show. In de Nederlandse kwamen voor de eerste kranten. Ja, in de Nederlandse krant ook nog. En weet je, de eerste 4 sterren van het NRC. Dacht ik, oké, nu is het... Nee, ik deed in 2008 deed ik mee met het Leids. En ik zei vooraf, ik ga eens even kijken hoe goed ik ben. Maar dan zei ze, ja, dan moet je niet meedoen. Je moet meedoen om te winnen. Nou, en ik zat wel bij de laatste 8 of zo. Of ze hebben eerst zo'n selectie van 8 of 4. Dat ging toen in. Het was met Patrick Meijer en Ter Bescherming van de Jeugd en nog een paar. Maar ik merkte bij het inspelen, oké, wacht eens even, dit zou ik zomaar kunnen winnen. Ja. En ik weet nog dat die kwartfinale was boom. Dak ging erachter weg, echt. Alles lukte. En dus ja, ik denk, nou, ik sta gewoon in halve finale. Dat is buggy, ja. En halve finale ging ook goed. En ik hoor bij de jury, goed, 3 gaan er door naar de finale. De eerste die niet meegaat. Vooraf was de regisseur, die je daar helpen. Nou ja, Kees, je kan natuurlijk niet meer mislopen. Hè? Speelt gewoon goed. Nou ja, dan weet je, we hebben de rest gezien. Dit ga je natuurlijk winnen. Hè? Je moet even netjes, we gaan nog even aan de details werken. Die juryvoorzitter, ja, Kees van Amstel. Verschrikkelijk juryrapport. Maar die man had op de gang ook al gezegd, over mijn lijk, dat een stand-upper gaat winnen. Nou ja, dus ik was totaal helemaal naar de kloten. Dat was echt... En die finale, nou ja, daar is op mij gestemd. Dat kan helemaal niet. Maar bij de publieksdingen. Dus dan gaan ze in de jury. Dan moeten ze over die 3. En toen hebben heel veel mensen mijn naam ingevuld. Oh, wat goed. En er was toen ik weg. Ja, er was echt geen stylist opgedoken. En er was echt... Mensen gingen gooien naar de jury. Maar... waarom was het een trauma? Het was gewoon klaar. Met cabaret. Carrière. Ik kreeg geen impresariaat. Zelfs mijn eigen Comedy Train impresariaat, wat toen nog bestond. Zei, nou ja, weet het niet of het met jou... Maar zeiden zo, dat maakt niet uit. Er zijn allemaal festivals. En straks komt er een international festival, wat wij organiseren. Ga je lekker mee? Volgens het nodigden ze me niet uit. Weet je wel. Dus inmiddels hoop veranderd hoor. Maar nou, ik kon gewoon niks. Het was gewoon echt klaar. Ja. En ik mocht toen van Bunker, de impresariaat... Die heeft me toen nog wel een paar keer in die finalisten... Want het beste is... Zij organiseren het cabaretfestival. Als je niet bij die laatste 3 zit, heb je geen finalistentour. Nee. En wat is het voordeel aan die finalistentour? Dat alle theaters je een keer hebben gezien. En die denken, nou, hem wil ik wel proberen. Nou, die uitdaging kon ik wel aan. Dus toen hebben theaters mij zelfs... Er waren theaters, die waren ook bij het Leids. En die hebben mij geboekt op basis van wat ze... Die zei, ja... Ook, hoe heet het, van de Vara hebben ze toen gebeld. Nou ja, goed. Toen werd ik wel uitgezonden. Toen had je die Comedy Train presenteert. Ja. Een half uur specials uit toen. Want ik dacht, dat is mooi. Bij het Leids, ik dacht de finale of zo. Ja. Dan kom ik ook nog een half uurtje op tv met stand-up. En daarna ga ik met theaterboekingen binnen en je hebt publiek binnen, ja. Het was klaar. Het was echt klaar. Ik had... dat was wel even... Maar het was vooral omdat... Die juryvoorzitter, dat hij gewoon letterlijk in mijn bek zei... over mijn lijk dat een stand-upper gaat winnen. Ja. Dat doe je, misschien mag je denken, maar dan hou je het voor je. En later heeft nog iemand uit de jury, die heeft mij toen... want ik ben toen gered door Rob Urgert. Want die zei, nou, ik heb je gezien. Die kwam toen kijken. Ik vond je heel grappig. wil je met mijn duo? Want mijn oude duo, hij had met Bastiaan Gelijnsen had hij een duo over humor. Ja. Hij zei, ik wil nog een voorstelling maken, wil jij er met me mee? Want wij zitten wel op één lijn. Dus zo ben ik weer aan het cabaretketetten geslagen. Ah. Want Rob had wel een impresariaat en die zei, nou... Maar toen, na anderhalf jaar, zei Rob, ik ga iets anders doen. En hij ging toen aan de quiz werken met Joep van Deudekom en Niels en Jeroen. Wat nu even tot hier is, dat programma. Ja, ja, ja. Dus toen was die carrière. Maar inmiddels zei dat impresaria toen... nou ja, als je een solo show hebt, gaan we die ook verkopen. En toen is het, weet je wel, met speellijstjes van 20 in het jaar of 30. Ja. En dan tover je er nog een paar bij in een paar vieze zaaltjes. En dan, dat je durft te drukken op je flyer. Want weet je nog hoe de eerste show was na die halve finale of na dat weekend? Ja, want dan moet je weer een podium op. Ik had zoveel energie, ik was zo gebrand. Het ging allemaal goed. Dan zit je helemaal om te bewijzen dat zij ongelijk hebben. Maar het is heel jammer, want de winnaars zijn al uit elkaar. De man die ze eigenlijk hadden laten winnen, want dat hoorde ik ook nog. Ze hadden ontzettend veel ruzie in de jury. Ze hadden om mij zoveel ruzie in de jury gehad... dat ze toen in de finale ook maar een ander hebben laten winnen. Dat was ook een heel raar... Ja, het verhaal is te raar voor woorden. Maar het is wel pech. Ja. Kijk, wat ik had moeten doen, dat zeg ik ook tegen iedereen... ik had meteen door moeten gaan naar Kameretten... want ik was toch niet in de picture geweest bij het Leids. En dan daar maar proberen. Want ja, je hebt zo'n rottig festival. Ja, kijk, kom je op televisie, heb je die nodig. Maar anders, om in de cabarets te vetten te komen... om in... die finalisten toe te komen, ja, heb je gewoon zo'n festival nodig. Ja, het is voor alles is het een hele fijne opstap. Ja. En volgens mij de enige die dat downplayen, zeg maar, is vaak de jury. Die zegt, ja, maar het is ook gewoon een festival, het is ook gewoon gezelligheid. Tegen mij zeiden ze, monsieur, ja, Kees hoeft niet naar de finale. Er stond echt letterlijk in mijn juryrapport. Kees, het maakt niet uit dat hij niet naar de finale gaat, want hij zit bij Comedy Train en die komen er even goed wel. Nou, ik kan één ding vertellen... Dat is niet waar. Ik moet er keihard voor werk. Overigens weet ik, nou ja, het is niet aan mij om de namen te noemen... maar ik weet dat over iemand anders bij de Train ook eens is gezegd... en die daarom ook een festival niet won met... ah, ja, komt er toch wel. En die is er inmiddels lang en breed, dus geen enkel probleem. Maar wel dat je denkt, ja, maar het gaat toch om een festival... je kiest toch gewoon wie het beste is in het festival? Ja, hoe doe je dat? Oh, nou ja, meer. Zo'n uitspraak vind ik zo raar. Van, weet je, voor jou ook, het zou niet hoeven, want je zit bij Comedy Train, dus je komt er toch wel. Ja, ja, maar het is echt niet waar. Je moet nog steeds wel iets goeds neerzetten. Kijk, het voordeel is natuurlijk van onze secte, bij Comedy Train, als je erbij zit, ja, je hebt wel hulp. Je kan iedereen vragen. Het is toch wel een soort maffia met kruiwagens enzovoort. Ja... Het is heel raar als je zelf heel prettig in een club voelt. En je hoort van buiten natuurlijk van... er komt niet een kopzonusleiers enzovoort. En ik heb het zelf ook allemaal meegemaakt. Maar het is niet waar, mensen. Het is niet waar. Pas als je binnen bent, zijn ze wel leuk. Waar waren we? Maar dat leidt... Ja, dat was wel... ja, ik heb mezelf dus zo kut gevoeld... na zo'n beoordeling, zou ik maar zeggen, als toen. Ja. Het voelde toen... de winnaar toen was Ter Bescherming van de Jeugd. Dat waren echt leuke gasten. En die konden ook wat, hoor. Daar vond ik wel dat ze... godzijdank wel een winnaar die... maar het was echt... Niemand... want die jongens van Ter Bescherming van de Jeugd... die waren wel zo eerlijk. Die zeiden, ja, Kees... dat is niet eerlijk. We vonden het kut. Ja, we vinden het fijn dat wij naar de finale gaan. Dus dat was wel, ja... Maar ik was helemaal... ik weet niet, het zal ook wel iets in mijn geest of mijn karakter zijn. Ik was te aangeslagen gewoon daarvan. Ja. Maar alleen van dat... Waar is ook zo'n periode dat ze echt Comedy Train... die wilden ze gewoon echt niet laten winnen. Echt zo'n kutperiode. Want Henry kwam niet in de finale. Henry van Loon. Of All People. Ja. Martijn Koning heeft niet gewonnen. Stefan Pop heeft niet gewonnen. Emilia Guzman won toen alleen maar de juryprijs of zo. Dat was een hele achter elkaar. Ja. En toen ineens, ik geloof dat René van Meurs, die de slechte slinger brak. En daarna ging het weer, nou, toen had je Patrick en Tim Fransen en dit. Kijk, het zijn natuurlijk al jongens die wat kunnen. Dat heb ik ook wel toe. Absoluut. Dus dat was wel, ja. Ja, het is een kutwereld ook. Mocht je geen comedian zijn, doe het nooit. Ik moet hier ook altijd bij aan denken. Op een gegeven moment was je volgens mij pauze-act tijdens de finale van het Leids, toch? Of niet? Nou, dat was wel lief van Bunker. Van Leids, want die wisten dit ook natuurlijk. Dat ik half getraumatiseerd was van... Jezus, ik heb die gast heeft 1 tegenslag. Maar die voelde ik ook wel, ja. Je kan, dus die hebben me toen... En ze zeggen, wil je nu... Het was toen bij het 25-jarig bestaan, geloof ik. Ja, voor de finale hebben we dan... nou ja, dan komt er een grote, superbekende tv-act, zomaar zeggen. Wil je de halve finale, wil je dan de pauze-act zijn? Ja. Dat heb ik toen gedaan. Ja, dat was half uur had ik echt zo, oké. Ja, want ik weet dat ik jou volgens mij vlak daarvoor een keer ergens sprak... en dat je dat vertelde, dat je dat ging doen, inderdaad vol was van... Oké, nu... Nou, ik dacht, als het nu slecht gaat... Ja, dan pleeg ik zelfmoord. Of ik spreek de Leidse Schouwburg in de fik. Maar het ging toen... nee, het was een van de meest geweldige optredens toen. Ja, al mijn wrok. Al mijn wrok van het Leids zat er toen in. Maar het gekke is, weet je wel... Ik ben nog steeds... Wat ik toen heb laten zien, ben ik tevreden over. Ik sta nog steeds achter die show. Ja. Alleen achteraf, als ik toen las... had ik meer... wat nu de truc is bij die festivals... elke show iets anders doen. En ik had ander materiaal. Maar ik dacht, ja, je moet elke keer je beste show doen. Niemand had mij verteld... om indruk te maken op die jury... moet je heel veel andere dingen gaan doen. Want dan lijkt het alsof je alles veranderd hebt. Ja. Weet je, het is totale onzin. Maar het is ook een heel raar trucje. Dan ga je in de halve finale en de finale... ga je veranderen in je materiaal. Ja. Zodat je daarna op tournee kan... om tig voorstellingen... Nou ja, het is ook wel slim, weet je wel. Dan doe je je allerbeste stuk, maar dan moet je maar wel breken dat je in de finale komt. Nou, die zekerheid had ik helemaal niet. Dus alles veranderde. Als ik iets duidelijker... zei iemand, ja, je had heel duidelijk moeten vertellen. Weet je, ik hou niet van bij cabaretshow als heel duidelijk... Hier gaat het om, mensen. Hè? Ja. Kansenongelijkheid. Dat is toch vreselijk? Wat ik zelf zie, en dan je eigen grapje weer... Weet je wel, die lijn. Ik denk, het is heel duidelijk wat ik doe. Het zijn toch slim. En ik merkte aan het publiek, aan de lach... Ja, als je mijn verhaal niet begrijpt, dan snap je de grap ook niet. Dus die grap snapte het. En als zo'n jury... Nou ja, ik moet... Ja, dit gaat niet... Je noemde vieze achteraf zaaltjes. Of kleine zaaltjes waar je nog een paar voorstellingen erbij... Nou, bonust, zeg maar, om je tourlijstje wat uit te breiden. Met ook veel respect, want er zijn heel veel... kleine rommelige zaaltjes die super leuk zijn. Mm. Weet je wel, ik wil altijd ook try-outen in het pand in Gorinchem. Ja. Weet je, wat een leuk theater. Het is gezellig. Maar je kan altijd zeggen, dat hoop ik wel. Het is uitverkocht. Alle 43 stoelen vol. Er zit zo'n schuim. Die eigenaar zit ook een... Ferdinand, super aardige gast. Ja, dat is toch heerlijk om daar een try-out lekker te rommelen. Dat is niet eens een rommel, dat is echt wel een theater met alle lampen. Maar ja, je hebt ook wel buurtcentra waar er dan gehuurde lampen neer. En van die losse boksen op palen die slecht zijn. Er komt ook zo'n snabbel dat... Daar moest ik optreden op een nieuwjaarsreceptie. Ze kwam alleen om te zuipen. Het was geen podium, dus dan sta je op de grond. En er waren allemaal lange medewerkers. Dus je zag mij, na 2-3 minuten zag je iemand niet meer. En het geluid werd versterkt via de plafondspotjes. Oh. Weet je wel, dat is eigenlijk van een soort autospeakers. Die je in je auto hebt. En dus die echt gemaakt zijn voor Sky Radio. Maar het was niet hard. Het kon helemaal niet hard genoeg voor die zaal. Dus het was geroezemoes. Ik kwam er helemaal niet overheen. Dus dan ging ik schreeuwen of harder praten. Dan word je... Oh, nou, toen zei ze... Dat was verstaan, joh. Dus je zag steeds meer mensen... Oh, dit is de volgende alweer, hè? Kut. Over het algemeen gaat mijn carrière goed. Al die mensen zag je zo letterlijk omdraaien. Ik heb andersom... Ja, en dat is toch je... Laatst heb ik mijn allereerste echt online optreden gedaan. Ik denk, nou ja, fuck it, dan gaan we het ook maar doen. Nou. Ja. En toen zei mevrouw, dit is de eerste keer, er kwamen 120 mensen online en ze zijn alle 120 gebleven. Ja, of ze opletten weet ik niet, maar ze zegt meestal hebben we met dit soort dingen Dat we nou, dan zie je ze toch na verloop van tijd afhaken. Ja, dat was een compliment alsof ik in Carré had gestaan. Wat was dit vanuit het theater of zo? Dat zo trots was dat iedereen gebleven was? Nee, dat wist? Ah, soms heb je... Ik hou er niet van het online. Maar ja, langzamerhand moet je er ook wat verdienen. Ja. Hè, al die bedrijven die willen nu ook online wat leuks. Dus ja, ik ben er maar aan gegaan. Maar ja, het is nog steeds... Dan zit je hier thuis... achter je tafel een beetje te schreeuwen of te doen of grappig te wezen. Ja, het is toch... Het moet er wel triest uitzien, denk ik. Van buitenaf, zeker. Ik heb er inmiddels een heleboel gedaan. Ook heel veel hele leuke. Maar ook wel al gedaan dat je ook met dezelfde triestheid je computer uitzet en denkt, waarom doe ik dit? En dan vooral natuurlijk alles wat je in een gewone show toe kan passen. En misschien denk ik die jij ook in een les toepast. Weet je, als je merkt dat een groep rumoerig is of een klas die rumoerig is, heb je natuurlijk gewoon je trucjes zonder het per se te benoemen, maar dat je gewoon door te spelen naar een bepaalde kant of een blik, krijg je het stil. Dat kan online allemaal niet. Nee. Dus je bent een heel deel van je instrumenten. Ik ben heel benieuwd, Micha Wertheim, hè, die, ik weet niet wanneer je dit uit gaat zenden, maar die... mag je dat zeggen of niet? Of wil je het helemaal... Oh nee hoor, dat mag maar die gaat vanavond in première. Ja. En die heeft echt een voorstelling helemaal voor online gemaakt. Robert, heel goed idee. Ik had ook zo'n idee. Ik denk, ja, waarom zou je dat... maar hij is nu gewoon de enige die echt het helemaal specifiek op online maakt. Ja, ik zag daarvoor alsnog alle theaters niet zitten door mijn ervaringen met online lesgeven. Ik denk, dan moeten we... Terwijl je een ander publiek hebt die betaalt en die het leuk vindt om jou te zien en die er echt benieuwd is. Dus dat is wat anders. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik weet niet of vanavond, maar... want ik vind het veel... Dat is ook dat, ik weet niet of ik in beeld kom dan ook voor hem of zo. Dat, zo. Nou, heb je niet dat je als je optreedt en je hebt een spannend optreden en dan gaan comedians op de eerste rij zitten. En gaan even rij 4 zitten, pik. Dan zit ik jou aan te kijken. Ja. Of bekenden op de allereerste rij helemaal voor je. Dus je kan er ook niet mee improviseren. Je moet er dan een beetje met je hoofd zo overheen spelen. Want ze lachen ook op de andere momenten. Ook als het misgaat. Ik heb het ooit gehad. Toen was ik niet zo lang bezig. Ik kende René van Meurs. Is elk gesprek zo warrig? Denk het wel, hè? Dat, en dat is prima. Of ga je het helemaal knippen met een tijdlijn? Nee hoor, nee. Maar ik kende René een beetje. En toen kwam ik met mijn vriendin gewoon naar een show kijken in Toomler. Maar we waren wat laat. Ik weet niet waarom. En vooraan echt gewoon een tafeltje... echt gewoon direct voor de microfoon was nog leeg voor 2 personen. En wij komen achterin aanlopen. René is MC en die ziet 2 mensen binnenkomen... maar herkent niet dat ik het ben, want tegenlicht. Dus oh, nou, stelletje, nou, we hebben hier nog een plekje. Kom maar naar voren. Ja, en ik wist... Ik kan niet gaan zeggen, ja, nee, maar dat wil ik niet. En ik ga ook niet zeggen, nee, maar dat kan niet, want ik speel zelf ook. Dacht ik, ik speel net 1,5 jaar of zo, weet ik wat. Maar dus oké, we komen vooraan. En ik zie gewoon in René's blik zo, oh, kut, deze mensen ken ik. Ja. Nou, ik had ook ik werd geïnterviewd door Gijs Groenteman voor dat kunststofprogramma. En wat ik heel goed vond, ze kwamen echt, ze nou, wanneer kunnen we naar je voorstelling? Dan kunnen we daar een beetje over praten. Ja. Maar Gijs Groenteman zat op de eerste rij als enige van 4 stoelen of zo. Want iedereen was erachter gaan zitten en hij was tot op de eerste rij gaan zitten. Ja, dat voelt zo ongemakkelijk. Ja. En volgens het hele interview ging niet over het optreden. Maar dat terzijde. Dat was wel een leuk optreden trouwens. Het was ook in Werftheater of zo. Dan heb je aan 2 kanten heb je dan 4 stoelen of zo. Ja, en daar zat Gijs Groenteman. Nu Mr. Podcast ook. Ja, absoluut. Overigens het Werftheater, een theater wat vaak voorbij komt in deze podcast. Ook in de categorie bijzondere plekken. Oké. Ja, ik vind het geweldig. Ja. Ik probeer altijd mijn eerste try-outs te doen in het Werftheater. Meestal krijg je de vrijdag en de zaterdag. Want bij mijn allereerste solo show dacht ik echt van, ik ga stoppen en het wordt helemaal niks. En ik ben niks waard, ik kan niks. En die eerste show, heel rommelig, ging toen goed. En toen voelde ik meteen... Toen heb ik mijn tweede show ook daar. En ik kreeg meteen een boost van... en nu mijn derde show heb ik ook als eerste getry-out. Oh, wat goed. En toen dacht ik ook van... ik heb niks. Ik heb niks. ik heb 13 minuten. Zeer middelmatig materiaal. En dat vul ik op met 1,5 uur peurschuim. Peurschuim van kutshow. Kut materiaal. En ik weet die mensen toen zeiden, weet je wel, echt zo'n dat je allemaal losse stukken achter elkaar, geen lijn, niks. En dat iemand, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind deze al leuker dan de vorige show. Dat je denkt, nou, waarom heb ik godverdomme een regisseur? En dat wat. Dus dat gebeurt altijd daar. Je moet wel altijd, dat is wel lekker, dat je de eerste keer op een plek waar je weet, hè, Utrecht, een beetje, je hebt vaak gemengd publiek ook, dat is ook wel lekker. Ik gedij erg op als alles in de zaal zit. Per 20ers, per 30ers, per 40ers, per 50ers, per 60ers. Heb je alleen maar ouderen, is het lastig. Heb je alleen maar heel jong, is ook lastig. Hoewel, bij mij, dat vind ik heel raar. Jong publiek werkt beter dan oud publiek. Ik dacht, nou ja, ik ben inmiddels ook grijs en kaal. En dan zal ik de oudjes wel meer aanspreken met mijn luim en scherts. Ja. Maar heb je een idee waar het komt, dat jongeren beter gaat? Geen allemaal gore grappen, denk ik. Nee, ik heb allemaal gore, vieze grapjes. Ik weet het niet. Maar ik vind het wel lekker dan in Utrecht, weet je wel. Studentenstad, Amsterdam, Rotterdam vind ik ook altijd fijn om... Walhalla is ook altijd een lekkere plek. Om, Zuidplein ook trouwens, hoor. Vind ik ook, daar sta ik nog in de kleine zaal natuurlijk, Rotterdam. Ja. Ken je die zaal? Dat is een hele ronde, paarse stoelen. Ze zijn nu verbouwd, maar ik ken hem heel goed. Waar ook. Ja, het bestaat niet meer. Omdat ik ooit meedeed aan Gifjoen Zuidplein Cabaret Festival. Ja. En toen was ik echt net begonnen. De halve finale stond ik opeens in. Dat was mijn 4e optreden. Mm-hmm. En ik had een hele stomme grap. Die daarna veel te lang heb gedaan. En uiteindelijk hebben andere mensen die ook bedacht... dan komt hij elke keer weer op tegeltjes. Want het was, toen was Dr. Oetker net Dr. Utker geworden. Oh ja. En dan zei ik altijd... oh, hoe gaan ze dat dan voortaan doen met koetjesrepen? Dat was de grap. En nog 1 keer per jaar komt hij weer ergens... als een slechte meme ergens voorbij. En dan tagt iemand me weer... dit is jouw grap. Nee, andere mensen konden deze ook echt heel makkelijk. Maar goed, ik weet nog dat ik die toen voor het eerst deed. En dat was toen was die actueel. En die zaal ontplofte op die eerste grap. En dat was mijn 4e show. En ik dan zo... ha? Nou ja, inderdaad, weet je, net wat jij had bij die eerste 2 shows in het weekend bij Comedy Café, dat je denkt, nou, ik ben hiervoor gemaakt. Nou, dat is wel een goeie, hoor. Als je als comedian je allereerste show, dat je het gaat proberen, als die kut gaat, nou, dan moet je... Er is zo'n bekende comedian in Engeland, Jim Tavaré. Nou, die is geloof ik de eerste 2-3 jaar van zijn carrière alleen maar kapot gegaan. En die heeft toch doorgezet. En toen is hij later met een contrabas het podium opgegaan en toen had hij een paar grappen mee en ineens ging alles werken. Dat is een heel raar verhaal. Ja. Maar je had op een gegeven moment open podia in Engeland en in Londen. Get Jim Tavaré off the stage night. Dat was, let Jim Tavaré fuck off. Nou, dat was helemaal... Nou, als je dan doorzettingsvermogen hebt, dan verdien je het ook. Ja. Ik had het niet, gedaan. Het is mijn geluk geweest dat die allereerste in Comedy Café... dat hij meteen een boost gaf van... was die slecht geweest, was ik waarschijnlijk daarna... met de Noorderzon vertrokken. Was ik nog steeds fulltime docent geweest. Of asbestverwijderaar. Of iets anders. Iets anders. Je had er een paar opgeschreven. Zijn we er nog vergeten? Ik moet even denken. Ik zit even denken. Ik heb nu mijn show af moeten breken... Een bang jongetje dat hele enge dingen doet. Nou, eigenlijk ging die altijd wel... Die ging me vrij snel helemaal goed. Vrij snel. Dus daar heb ik eigenlijk niet veel kutverhalen van of zo. Ja, nou, sorry. Jammer. Ja, echt hoor. En ik ben behoorlijk eerlijk. Of misschien... net ging het automatisch, weet je wel. Ja. Noem een woord en dan associeer ik het met iets. Nou ja, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben... want we zijn vrij snel gegaan van Comedy Café... naar lid geworden van de Train... naar avondvullende voorstellingen. Als jij zegt de Train... weten niet comedy mensen dan waar je het over hebt? Nee, dat is stom. Dan zeg ik de Train en dan moet ik eigenlijk uitleggen... Ik bedoel, want niemand bij comedy train zegt de Train. Maar jij bent volgens mij de enige die de Train zegt. Nee hoor, ik kan je verzekeren dat ongeveer iedereen... die geen lid is van de Comedy Train... Nee, wat ik wilde zeggen... van eerste optredens bij Comedy Café... tot lid worden bij de Comedy Train. De train, zeggen wij. Nee, de Train... Maar je had ook bijnamen, wist je dat? Want je had op een gegeven moment want toen wilden ze wat meer urban. Toen wat had Howard en Rouet? Fresh Wagon. De Fresh Wagon. Ja. Op Train. En toen, ik was een beetje raar, maar toen kwamen er allemaal jong gasten. Emilio, Stefan Pop, Henry, Thijs van Domburg. Ja. En die wilde ook een groepsnaam. En wij waren toen de Lorries. Weet je dat niet? Nee? Ah, het is ook niet interessant misschien. Maar we hadden toen een bijnaam. Al die gasten waren allemaal de Lorries. En ik was opa Lorry. Dat was echt... omdat wij er altijd achteraan kwamen zetten met alles. Super bekend. Ja, het bestaat helaas niet meer. Wat goed. De Lorries, mensen. Ik was vooral benieuwd naar de shows daartussen, zeg maar. Want jij bent begonnen zo begin jaren 2000. Ja. Toen had je verder niet veel... Weet je, nu heb je ook nog Club Haug en in Utrecht comedyhuizen zo. En de Comedy Train en Comedy Café, weet ik wat. Toen had je dat natuurlijk nog veel minder. Wat voor plekken speelde jij verder nog? Wij hadden wel... dat was belachelijk. Comedy Train had de theatertour. Die hebben ze nog steeds. Ja. Maar dat was toen een tour in de grootste zalen van Nederland. Dus ik stond na 3 maanden gespeeld te hebben... met Comedy Train, en eigenlijk nog niks kon, stond ik in Chassé, grote zaal. En dat was voor mij een beetje naar. Want ik stond bij Comedy Train, de grote zaal. Toen ging ik veel later, 10 jaar later, met Rob Urgert. Toen stond ik in de middenzaal. En toen ging ik solo. En toen zei ik, ja, maar ik moet hier staan. Nee, jij staat in zaal 3. Dus mijn carrière ging omgekeerd, weet je wel. Ik ging van Chassé, grote zaal, middenzaal met Rob. En toen begon ik. Ja, het was eigenlijk de kleinste zaal, nog te groot. Want wat is het kleinste aantal mensen waar je ooit voor gespeeld hebt? Dat was in Brabant, ik geloof 19. Oké. We hebben weer een verhaal. Goed, dit doe je heel goed. Ik dacht in Heesch. Ja? Die hebben een enorme theater. Het is een klein plaatsje. Enorm plaatsje. Maar die tribune... Die was exact, weet ik nog heel goed. Er waren 19 kaarten. En de tribune was 19 mensen breed. Maar lang iets van 20. Er kon iets van 600 man in. Dat theater is belachelijk groot. Ja. Is te groot, maar heel groot. Maar dus... En die mensen zaten allemaal op de eerste rij. En toen hoorde ik... En toen, ik sta in de coulissen. Ik denk, oké, ik ga hier het beste van maken. Maakt niet uit. Misschien was het ook nog een try-out. En ik denk, oké, het wordt moeilijk. Maar kom op, Kees. Hè? Showbiz. Come on, buddy. En vlak voordat ik opga, hoor ik een vrouw. Want je hoorde ze ook nog heel goed praten. Ja. Die hoorde ik van zeggen. Nou, kom op, mensen. Hè? Laten we ook even lachen. Hè? Laten we even leuk doen voor Kees. Voor Kees is het ook niet leuk om voor ons op te treden. Hier is hij. Goedenavond, dames en heren. Hier ben ik. Daarom hoort hij eigenlijk niet... het was wel een leuke avond. Want je gaat heel erg close met die mensen. Want dan moet je met ze praten. Maar 19 man. En de tribune was 19 plaatsen breed. Dus precies alleen de eerste rij was bezet. En de 18 rijen erachter allemaal niet. Oh, wat goed. Ik weet het nog zo goed. Want ik werk vaak met beeld. En ze hadden daar wel een beamer... Ja, ik weet niet of je wat verstand van beamen, maar die was dan 15.000 dpi. Nou, dat is een ding, daar kun je mee op de maan projecteren. Weet je wel, dat hingen dan wel. Dus ze hadden een fantastische zaal, maar in een heel klein plaatsje. Dus dat komt alleen maar vol met de allergrootste namen. Dus ja, goed. Dus dat. Top. Ja. Dankjewel. Dat was hem, de Elektra podcast met Kees van Amstel. Linkjes naar van alles vind je hieronder in de beschrijving. Laat hieronder ook even een berichtje achter wat je ervan vond. Geef een duim omhoog, abonneer als je dat nog niet had gedaan. En volg Kees op social media en ga hem een keertje zien. Volg ook Elektra op social media. En als je de podcast wil steunen met een kleine eenmalige of zelfs maandelijke bijdrage, ga dan naar elektrapodcast.nl. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!